Was Glennis Grace het wel gewend? Was hij een slachtoffer? Ook een beetje van de situatie? Of? Nee, ik snapte dat hele interview niet gisteren. Daar heeft ze zichzelf totaal niet mee geholpen. Nee. En het is gewoon... je zat te kijken, gewoon iemand met een kort lontje. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Die gaat dan een Jumbo in en die probeert een Aldi van te maken. En dan... Hoezo? Leg het even uit. Nou ja, daar ligt alles op de grond, op dozen en zo. Maar kijk, dus die hebben dat geprobeerd. En natuurlijk heb zij waarschijnlijk tegen die gozer gezegd... eerst volgende keer dat je weer wat doet, dan schop ik je hele kop eraf. Maar dat is gewoon iemand met een kort lontje die op een verkeerd moment... die had beter tot 10 kunnen tellen, maar dat kunnen ze niet. Jammer dan. Ja, maar ze kwam eruit... Kijk, het domste wat ze kon doen was daar gaan zitten. Mm-hmm. En ze had geen teksten, ze had geen verklaring. Maar zonder dat ze zei, kwam erop neer... dat ze daar met een knokploeg van een man of 10 heen gegaan is. Nou, 7 dan, maar... En de boel kort en klein geslagen heeft. Ja. Dan ben je gewoon een ordinair viswijf.